Dit is mooi. Top. Mooier kan het niet. We krijgen nu een hoge geldboete, maar... Ja, je weet wat Bert betekent, hè? Nou ja, daarom. Dus ik ga ervan uit dat iedereen nu... En dat is een groot compliment voor iedereen die zich ervoor ingezet heeft. Emotioneel. Heel emotioneel. Ik bedoel, de club vanaf mijn 14 jaar heb ik een hard warm hart gehad. En ik kon vanmiddag uit huis, kon ik het niet meer houden. U kon niet thuis zitten, u kon de spanning niet afwachten, u moest naar het stadion. Ja. En dan krijgt u goed nieuws. Ja, dus kom weer volgend seizoen. De plaatsen zijn al bezet, of beslag gelegd, zeg maar. Ja, ik bedoel, ik heb de club overal gevolgd, heel Europa door, in Nederland. Kampioenswedstrijd had ik geluk, mocht ik mee naar Breda. Ja, dat is, is een goed deel van mijn leven. De onrust die we maandenlang en wekenlang hebben gehad, die is nu eindelijk voorbij. We kunnen nu weer gaan bouwen en dat is het belangrijkste. Wat voor weken heb jij dan zelf gehad? Hoe erg is dat als supporter om dit mee te maken? Ik heb slopende weken gehad. Ik heb gewoon er niet van kunnen slapen. Ik was echt bang dat een stukje, een onderdeel van mijn leven weg zou vallen. Twente is heel mijn leven al mijn club. Ik was gewoon super blij dat dit nieuws nou eindelijk naar voren is gekomen. En dat Twente gewoon Eredivisie voetbal blijft. En dat het bestaan blijft. Dit is de mooiste dag die ik heb meegemaakt. Dat meen ik echt serieus, omdat je anderhalf, twee jaar heb je zo in onzekerheid, dat is het ergste, hè? Je hebt in onzekerheid geleefd. En die onzekerheid leek maar niet op te houden. En vandaag kunnen we er gewoon een vette streep onder zetten, want iedereen is aan het einde van zijn latijn. Wat is het persoonlijk met je? Nu wel weer goed, want hier krijg je weer energie van. Maar als je mij twee uur geleden had gevraagd, dan was het heel anders. En vanavond hoef je me ook niet meer te interviewen, want dan ben ik helemaal dronken. Ja. Er wordt even een feestje gevierd straks. Ja, wat denk jij? Tuurlijk. Daar hebben we toch recht op. Ik bedoel, dat is nu is de ontlading en laten we gewoon eerst een bescheiden feestje vieren. En zorgen dat volgend jaar de Grolsvest weer helemaal vol zit. Want 10.000 mensen hebben verlengd, hè, zonder dat we wisten waar we zouden spelen. Laat nu ook heel Nederland zien dat we volledig ook gewoon totaal achter deze club staan. En dan een feest van maken komend seizoen met z'n allen. Binnen de club, ze kennen mij allemaal. En daarvoor vind ik het ook heel fijn dat ze allemaal hun baan zoveel mogelijk kunnen bouwen. Dat vind ik ook prettig. Zoals de hele club. Kijk, we hebben onze trainer. Moment. Lekker, hè? Lekker. lekker. Heerlijk. Ja, ijsspanning. Al een hele tijd, ja. Ja. Geweldig. Ja, dank jullie ook. Wow.